Helemaal, ik heb een video voor jullie. Ik heb nog de opgemaakt van november en december van 2015 voor jullie. Hij is iets later online dan dat de bedoeling was, maar ik wilde hem toch nog voor jullie filmen. Dus ik ga hierbij nu de opgemaakt producten van Zeist november, december 2015 nog aan jullie laten zien. Het eerste wat ik op heb gemaakt is een Listerine Zero mondwater. Gewoon, ja, ik vind hem gewoon simpel basic, maar hij is wel fijn in gebruik. Het is een mondwater die zero is, dus hij is minder heftig dan een andere mondwater. Dat vond ik wel heel fijn aan deze. Het volgende wat ik heb is een douchegel van Witcher, een shower foam van Rituals, de Yugivo. Deze vond ik echt heel lekker ruiken. Deze was echt. Ik ruik hem nog hier. Het is een hele fijne geur, een hele lekkere geur. Een heel klein beetje zoet, maar vooral kruidige geur is het. Vond ik echt een hele lekkere geur, dit. Het volgende wat ik hier eruit haal, dat zijn Coconut Care Face Cleaning Wipes. Dat zijn gewoon van die reinigingsdoekjes. Deze komen gewoon van de kruidvat. Die gebruik ik vooral voor zwartjes of zo. Of als ik echt even een keertje snel mijn make-up eraf moet halen. Maar meestal gebruik ik gewoon echt wel reinigingscreme en zo. Maar gewoon hele basic, heel goedkoop. Fijn product. Aanraden. Het volgende wat ik hier heb is een proefgeurtje. Van Jessica Valley. Lekker geurtje. Ik heb er toevallig nog eentje liggen. Die ik toen een keertje ergens kreeg nog ook. Als proefje. Dus ik kan hem nog een paar keer dragen. Eigenlijk als het ware. Fijn geurtje. Dus een beetje, het is voornamelijk een fris geurtje, vind ik. Het volgende wat ik hier heb is een douchegel van André Lon Deluxe. De Color & Shine. Ik moet persoonlijk heel erg toegeven, deze vond ik niet fijn. Mijn haar werd er gewoon eigenlijk als het ware gewoon droog van. En het gevolg, de kleur bleef er op zich nog wel goed door zitten. Maar nee, mijn haar werd er droog van en dat wil je gewoon niet hebben. Dat je dat gewoon niet wil bij je shampoo. Bij je shampoo moet je wel gewoon hebben. Ook dat en de kleur langer blijft zitten en dat je haar gevoed wordt. Dat werd door deze totaal helaas niet. Deze koop ik niet meer opnieuw. Het volgende wat ik heb is een deodorant van Vogue. Dat is deze. Had ik een keertje gekregen. Zat in een cadeautje die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Was een goed, fijne douchegel. Ja, het is niet echt een geur dat hij heeft. Het heeft gewoon een redelijk neutrale geur. Maar ik vond hem wel gewoon heel fijn werken. Deze werk, prima. Dan heb ik nog twee deodorants. Die zijn toevallig allebei van Dove. Dit is de Dove Beauty Finish. En de Dove Go Fresh Grape en Lemongrass. Ik vond ze allebei fijn. Ik vind Dove sowieso fijn qua deodorant en zo. Al moet ik wel zeggen dat ik deze lekkerder vond. Maar ik vond ook dat bij deze. Je kreeg ook juist die geur grapefruit en lemongrass krijg je ook echt erin. Want ik heb nu een andere geur. Maar ook eentje die je ook ruikt. Maar hij werkt goed, maar hij ruikt ook dus echt nog wel naar de geur die erop staat. Ja, en dit is gewoon een beetje een basic geur. Maar ook prima. Ik zal ze allebei zeker opnieuw kopen. Het volgende wat ik dan hier heb is een handzeepje. Deze is gewoon een heel goedkoop handzeepje van de, ja, van de Action. Komt hier vandaan. Met orchidee geur. Maar ik moet zeggen dat je hem niet zo heel veel meer ruikt. Hij is ook lekker vies geworden een beetje. Maar ik vond hem prima. Ik vond deze prima.
Als ik hem weer tegenkom in een andere geur of in dezelfde geur, zou ik hem wel weer meenemen. Dan heb ik hier nog een douchegel. Of een douchefoam is het ook toevallig. Dit is een douchefoam van Knijp in Mint Eucalyptus. Deze vond ik zo lekker. Ik ben sowieso echt wel fan van douchefoams. Al heb ik er wel eentje die ik aan mijn ouders heb gegeven. Die bij mijn ouders stond. Die ik daar eigenlijk gebruikte. Dat was één douchefoam die ik niet fijn vond. En die ik dus eigenlijk aan mijn ouders heb gegeven. En hun hebben op mogen maken. Maar deze van Knijp is ook zo'n fijne douchefoam. Deze was ook echt zo lekker mintje. Als je echt snot verkouden was, deze. Maak je neus helemaal open. Zo fijn. Zeker een aanrader om eens te kijken naar deze. Bij Kruidvat of bij de Ethos vind je Knijp altijd wel. Dan heb ik nog één klein dingetje. Dat is een mini tandpastatje. Gewoon van Oral-B Pro Expert. Nou, ik vind het gewoon een simpel fijne tandpasta. Ik vind het niet heel boeiend. Gewoon basic. Ik zou hem gewoon wel opnieuw kopen op zich. Hij was prettig. Hij was op zich lekker. Lekker minty. Prima. En dan krijg je wat leuke dingen wat je niet te heel vaak tegen gaat komen. Ik heb een aantal make-upjes die ik opgemaakt heb. Ik zal ze allemaal gelijk even uitgaan en hier leggen. Het eerste wat ik heb opgemaakt is een eyeliner. Een eyeliner van Rimmel London. De Exfoliant eyeliner. In gewoon black. Het was gewoon, ik kan hem even jullie laten zien. Het is gewoon zo'n filterachtig stift dingetje. Die je ook vaak bij die pennen gewoon ziet. Alleen ik heb hem dan in deze vorm. Dit is echt één van mijn favoriete eyeliners. Echt een super eyeliner vind ik. Het werkt prettig. Maakt een goed lijntje. Dit is echt wel een eyeliner die zeker nog wel weer eens een keer opnieuw komt. Als ik geen andere eyeliners meer heb. Maar fijne eyeliner. Dan heb ik een eyeshadow base. Een eyeshadow base van Hema. Deze was niet op, maar die was echt al heel snel gewoon over de datum. Hij ruikt niet meer goed. Hij werkte op zich prima, maar hij was gewoon heel snel niet meer goed, helaas. Dan heb ik een mascara die helaas ook niet meer goed was. Die is uitgedroogd. En al moest ik ook zeggen, helaas was deze eyeliner voor mij niet goed genoeg. Want hier kreeg ik, mijn ogen gingen hiervan irriteren zoals ik best wel vaak heb bij mascara's. Maar deze was het helaas niet. Hier ging mijn ogen van irriteren. Dus die heb ik sowieso. Nadat ik hem 3 keer heb geprobeerd, heb ik hem gewoon weggedaan. Want je eenmaal gebruikt, kan je hem ook niet meer weggeven, vind ik. Dan heb ik wel een mascara die echt gewoon op is gemaakt. Dat is deze. Dat is de Eyelash Princess van Essence. Dit is. Ik ben ooit begonnen met mascara. Toen op een gegeven moment zoeken. Ik had er eentje van Clinique, maar die was gewoon best duur. Op een gegeven moment dacht ik van, ik ga gewoon weer eens een keertje iets van Essence proberen. En toen, ja, deze kwam er uiteindelijk uit om te proberen. En ik heb hem nu ook in mijn toilettas en zo zitten. Dus ik heb er alweer eentje die herin gebruik is eigenlijk, als het ware. Dus dat is deze. Dit is een hele fijne mascara. En ik heb een andere oogschaduwbasis, want die is wel echt opgegaan. Dit is de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. In gewoon de original versie. Ik heb nu ook eentje van Urban Decay in gebruik. Alleen dat is de kleur Sin. Dat is een net iets andere, maar deze was heel fijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind die Sin ook heel goed. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie het nog leuk vonden dat ik deze opgemaakt video in Zeiss ook nog wel gemaakt heb. Vergeet geen duimpjes omhoog te doen als jullie het leuk vinden. Laat hier beneden een comment achter. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal, dat is gratis. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!